Louis Talpe en zijn vrouw Tiffany zijn in februari de trotse ouders geworden van een tweede zoontje, Phoenix. De twee hebben ook al een zoontje van 2 jaar, Lion. Maar de acteur heeft ook vaak draaidagen tot na middernacht en dat eist nu zijn tol op zijn gezondheid. Ik ben oververmoeid, vertelt de acteur. Ook hij moet voor de tweede keer aan den lijve ondervinden hoe pittig de eerste levensmaanden van een baby zijn. Bovendien is het echt wel een verschil om niet één maar twee kleine kindjes in huis te hebben. Jonge ouders zullen zich daar wel in herkennen, aldus de acteur. Zo kampt Louis Talpe al een lange tijd met slaapgebrek. Al probeert hij vooral positief te blijven. Dankzij mijn ervaring met Lion, weet ik gelukkig ook dat ik moet volhouden en dat die vermoeidheid slechts tijdelijk is, zegt de acteur. Bovendien vindt hij veel steun bij zijn vrouw Tiffany. En we hebben ook twee gezonde kinderen. We hebben dus echt geen reden om